In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Hemel op Aarde. We gaan steeds verder in onze serie De Gebeden van onze Kerk. En we zijn aangekomen bij eigenlijk het avondwierookgebed, ofwel Vespers. Maar ik wil daar nog even bij stilstaan, want Vespers en Metten, ofwel het ochtendwierookgebed, is eigenlijk hetzelfde gebed. Het gebed wordt eigenlijk herhaald met een enige aanpassing. Of een verschil tussen het avond- en het ochtendwierookgebed, maar daar gaan we het over hebben. Dus eigenlijk is dit een filmpje waarbij zowel het avond- als het ochtendwierookgebed wordt aangekaart. Wierookgebed. Het klinkt al een beetje, hebben we in het vorige filmpje al besproken, Shoria, eigenlijk de belevenis van de hemel op aarde. Zoals ons programma ook heet, de hemel op aarde. Dus we proberen ook de hemel werkelijk op aarde te beleven. Waar starten we dan mee? We starten ermee dat de priester, het allereerste wat hij doet, is het voorhangsel van het altaar openen. En zoals we ook in vorige filmpjes besproken hebben, het feit dat de altaar staat voor de hemel, dus het symbool achter dat de priester het voorhangsel van het altaar opent, is dat er eigenlijk een verzoening komt tussen de mensen, ofwel de aarde en de hemel, tussen de mensen en God. En dat is de reden waarom dat specifiek eigenlijk het moment is dat we openen, of dat de priester het voorhangsel opent van de kerk, van het altaar. Vervolgens komen we bij het dankgebed. En het dankgebed is eigenlijk het gebed waarbij al onze gebeden, zowel in de kerk als buiten de kerk, altijd mee beginnen. Laat ons dank zeggen aan God van weldaad en ontferming, de Vader van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus, want Hij heeft onze beschermd en geholpen, bewaard en aangenomen en met ontferming omringd. En ik wil even inzoomen op het dankgebed, een paar specifieke punten benoemen. Ten eerste danken wij God voor alles, om alles en in alles. Maar we danken Hem ook specifiek voor de verlossing. Want wat zeggen wij? Want U heeft ons beschermd en geholpen, bewaard en aangenomen en met ontferming omringd. Dus we danken Hem dat Hij ons eigenlijk tot zijn volk heeft gemaakt. Echt ons verlost heeft en ons daarmee beschermd heeft. Waar bedanken we Hem nog meer voor? Dat wij überhaupt mogen bidden. Want wat zeggen we daarna? En tot dit uur geleid. Dus we zijn op het uur aangekomen dat wij God mogen lofprijzen en we danken God daarvoor. En we danken Hem ook God, voor het overwinnen van de duivel. Want Hij heeft ons de macht gegeven om slangen en schorpioenen en elke vijandelijke macht te trappen. Dus we bedanken God om alles, maar in het dankgebed zijn drie hele mooie specifieke zaken waarbij we God dagelijks tijdens Vespers en tijdens eigenlijk elk gebed voor bedanken. Vervolgens, hè, dus we hebben nu een altaar wat open is. De priester heeft het dankgebed gebeden. Vervolgens komen we eigenlijk bij het offeren van het wierook. Hè, het avondwierookgebed. Dus we komen ook uiteindelijk bij het offeren van het wierook. Nou, om het wierookvat, om rook uit het wierookvat te krijgen, offert de priester wierook in het wierookvat. En dat doet hij door 5 lepels wierook in het wierookvat te plaatsen. En eigenlijk zijn dat die 5, die staan symbool voor 5 offers van het Oude Testament. Van Abel, Noach, Abraham, Aaron en Zacharias. Dat zijn de 5 mensen die welgevallige offers geschonken hebben in het Oude Testament. En die reflecteren we nu ook in onze kerk door 5 wierooklepels in het wierookvat. Vervolgens gaat de priester 3 ronden rondom het altaar. Oh,
En eigenlijk driemaal, zoals best wel vaak in onze kerk, is een getal van de drie-eenheid. Dus vandaar dat hij ook driemaal rondom het altaar gaat met het wierookvat. En dan zien we eigenlijk dat hij verschillende richtingen opkijkt. De ene keer richting het oosten, de andere keer richting het westen. En eigenlijk steeds offert hij namens de hele kerk als hij naar het oosten kijkt en namens alle aanwezigen als hij naar het westen kijkt, offert hij wierook voor God. En vervolgens zal ook de priester offeren in de hele kerk. Maar dan komen we zo op. Tijdens dat de priester wierook offert in het altaar, zijn de diakenen bezig met de verzen van de cymbalen, ofwel Erba Na'uz. En Erba Na'uz worden gebeden, of verzen van de cymbalen worden gebeden met behulp van de cymbalen. En de diakenen herdenken dan de heilige drie-eenheid, of prijzen de heilige drie-eenheid en vragen de voorspraak van heel veel heiligen van onze kerk. We hebben een vorig filmpje afgesproken dat de heiligen, hun geloof, eigenlijk een voorbeeld voor ons is. Maar ze staan ook dicht bij God en daarom vragen wij hun voorspraak om ons aan God om ons te helpen en begeleiden in ons leven. Dit was het eerste deel van Vespers, ofwel het avondwierookgebed. We zullen de rest van het avondwierookgebed uitleggen in een volgend filmpje. Ik hoop jullie dan te zien. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. Amen.